We hebben onze eerste gast vandaag, de minister van de Binnenlandse Zaken, minister Brunto Somaharjo. Goedemorgen. Deze dag in de historie van Suriname. Het is nog geen nationale vrije dag, maar er zijn toch wel groepen die opstaan en zeggen van nou, dat moet wel gebeuren. Hoe gaat u om met deze dag, minister? Een belangrijke dag. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Een belangrijke dag. Inderdaad, de Nationale Dag van Verbroedering en Eenheid. Op initiatief van de coalitiepartij VHP. Vanaf vroeger heeft de heer Papalach al vroeg ingezien om samen met meneer Jopie Penge samen te werken. Dat het belangrijk is dat we alle groepen, alle etnische groepen bij elkaar brengen, alle geloofsovertuigingen. En inderdaad, er staan groepen op die vragen dat dit een vrije dag wordt. Het is niet bedoeld dat we weer vrije dagen geven, maar er zijn misschien een paar dagen die nu al een vrije dag zijn, die we kunnen inwisselen, weg kunnen halen en deze vrije dag kunnen geven. Ja. Ik vind het wel de moeite waard dat dit goed een dag wordt dat door het volk wordt herinnerd dat het belangrijk is dat we één zijn, dat het belangrijk is dat alleen in eenheid we dit land verder kunnen opbouwen. En dat is ook de motto van deze regering, eenheid in beleid, eenheid in leiderschap, eenheid in visie. Ja. Ja, vandaag zullen er dus ook kransen worden gelegd. We weten dus dat de regeringstop daar aanwezig zal zijn. We gaan terug in de geschiedenis, want wanneer je praat over verbroedering, wanneer je praat over eenheid in de politiek en eenheid in het land, dan weten we dus dat we het ook hebben over de politieke ontwikkelingen toen. We waren toen nog een kolonie van Nederland en we probeerden onze weg te vinden als etnische groepen bij elkaar om toch wel te zorgen voor die eenheid. We gaan terug naar 1958, want toen werden er dus zulke statenverkiezingen gehouden om dan toen toch wel aan te geven wie de premier moet worden van Suriname. En dat was het toen voor het eerst dat de VHP, de NPS en de PSV samen hebben gewerkt. Volk van Suriname, volk van Suriname, 25 juni is de dag van kiezen. Volk van Suriname, 25 juni... Op krachtige wijze voeren de Surinaamse politieke partijen hun propagandaacties voor de statenverkiezingen, die al weken tevoren in Paramaribo het gesprek van de dag waren. De grote politieke belangstelling van de Surinamers manifesteerde zich in het bijzonder tijdens de massabijeenkomsten die door de grote groeperingen in de hoofdstad belegd werden. Zo kwamen duizenden mensen luisteren naar de sprekers van de samenwerkende partijen. Deze langdurige vergadering, die velen dorstig maakte, bereikte haar climax met de rede van de heer Bengel, de leider van deze groepering en een der bekendste politici van Suriname, die een enthousiast gehoor vond. Volk van Suriname, ik roep u op om eendrachtig samen te bouwen aan een Surinaamse maatschappij van vrije, gelukkige en verantwoordelijke mensen. Volk van Suriname, ik nodig u uit om iedere discriminatie tussen de mensen, ieder systeem van kolonialisme, iedere vorm van uitbuiting van een volk door een ander volk, van een klasse door een andere klasse, van een groep door een andere groep van de hand te wijzen. En dat zei dan Johan Adolf Pengel, Jopie Pengel. We hebben ook een fragment voor u van meester Jagernath Lachman. En we gaan dan eigenlijk een beetje verder terug naar nu. En dan hebben we het over 1975. Op een gegeven moment stonden de VHP en de NPS wel tegenover elkaar. Dat is iets niet vaak voorgekomen in de geschiedenis. Maar ze stonden tegenover elkaar en toen ging het om de onafhankelijkheid. En de heer Jagernath Lachman was toen oppositieleider. En toen had hij aangegeven van nou, we gaan richting onafhankelijkheid, we gaan meewerken. En dit is het volgende wat hij zei. En daarna hebben we ook een laatste toespraak van de heer Lachman daaraan toegevoegd. Vrij en geheime verkiezing enzovoorts hebben wij voor een goede rechterlijke macht, een constitutionele hof, voor waken van de vertrapping van de menselijke rechten. In elk geval, goede hoop heb ik dat wij een goede toekomst tegemoet kunnen gaan, mits de machtshebber inderdaad
met waarachtige bedoeling het land zouden willen besturen en niet naar de macht zouden willen grijpen zoals veelal in de Zuid-Amerikaanse landen gebeurt. Dames en heren, president, u weet, nou veel vragen gaat, inderdaad. Soms heb je mij niet begrepen, soms heb ik u niet begrepen. Maar ik zeg het u, dat wij nu elkander wel begrepen waar we naartoe gaan. Laten wij heel hoop zijn en laten wij verwachten dat ook naar mij heen gaan, u ook in mijn partij de terug zult vinden in datgene wat u in mij gevonden hebt, die het waar gemaakt heeft dat u met mij vandaag, dat u met mijn partij zo vriendelijk met het kan samenwerken. Laten wij trachten te behouden in de verwachting dat in Suriname wij niet zullen mogen leven als straks er zo na gebeurd is in Amerika en andere landen waar men om de kleur en om de godsdienst elkander vermoorden en bevochten en bestrijden. Als dat wat wordt behoort te blijven, dan hebben wij in ons leven door zeker veel gedaan. En we hebben gegrepen naar een toespraak van de heer Jagannath Lachman, zijn laatste toespraak, openbare toespraak, en toen ter gelegenheid van zijn jaardag. Vandaag worden er dus ook kransen gelegd bij het monument van de Jagannath Lachman. En ik ga ervan uit, want dat is altijd zo. Wanneer je gaat op het onafhankelijkheidsplein, dan zie je dus dat standbeeld van Jagannath Lachman. En schuins daar tegenover, het lijkt alsof ze naar elkaar kijken. Dan hebben we dus ook het standbeeld van Jopie Pengel. Een belangrijke dag in Suriname en we staan erbij stil. Ik ga terug naar minister Bronte Sommaharjo. Want afgelopen, beeld, ja, ja, zeker weten. Ja, want afgelopen vrijdag hebt u gesproken in DNA. Ja. En wanneer we eigenlijk de geschiedenis de revue laten passeren, is het telkens zo geweest dat partijen die in de oppositie zijn zeggen dat we een logambtenarenapparaat hebben. Maar wanneer ze dan in de regering zitten, lijkt het erop alsof er nog meer ambtenaren erbij komen. En u hebt dat aangehaald. Ja. En toch wel een gevoelige snaar eigenlijk richting de nu oppositie, ja, maar ja, toen coalitie. Ja, 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 ja. De vraag is, van was u uit op, ik wil de mensen een zweepslag geven? Oh nee, ik wil dat de mensen de waarheid weten. Dat de mensen, het volk in het bijzonder, weet waar wij staan nu. Inderdaad, u zegt, het is altijd zo dat de politieke partijen zeggen, het is een log ambtenarenapparaat, dat zeggen wij zelf ook. En je hebt soms dat politieke partijen mensen in dienst nemen, maar wat de afgelopen regeerperiode is gebeurd, dat is baldadig. En ik vind dat in het huis van het volk recht heeft om te weten wat er is gebeurd. Ja, en er zijn nu ook namen op straat van ambtenaren die in dienst zijn. Zo weten we dus dat er een lijst van 400 adviseurs. Was dat de bedoeling van al dat de mensen hun naam op straat staan, de privacy van de mensen? Nou, laat me vooropstellen dat ik die namen niet op straat heb gezet. Ik heb ze ook niet gelekt zoals dat soms gebeurt in de politiek. Dat is niet mijn styling. Ik wilde de namen opnoemen waarvan ik zeker weet, deze zijn politiek benoemd, omdat erom werd gevraagd in het huis van het volk. En toen zeiden ze in hetzelfde huis van het volk, geef ons liever de namen, de lijsten. Dat heb ik toen gedaan. Er zullen een paar namen zijn waarvan de mensen zich gekwetst voelen. Oké, ja, dat kan gebeuren, maar de boodschap blijft. Er zijn meer dan 400 beleidsadviseurs alleen op mijn ministerie, waarvan de grootste gedeelte de afgelopen regeerperiode in dienst is genomen en waarvan de grootste gedeelte weer niet werkt. Ik heb bijvoorbeeld de circulaire laten uitgaan om presentielijst te tekenen. De eerste dag had ik maar 30 mensen of zo. Dus dat moet de boodschap blijven. En dat is alleen beleidsadviseurs. Dan heb ik nog beleidsmedewerkers die de afgelopen jaar honderden ook in dienst zijn genomen. Wij zeggen dit steeds, ik zeg dit steeds, omdat het volk moet begrijpen, hieraan wordt er geld verbrast. Hieraan gaat uw belastinggeld op. En ik vind, wij als nieuwe regering willen het volk een goede economie geven. Dat kunnen we nog niet, omdat de economie is vernietigd door de vorige regering. We werken aan herstel. We willen ze een goede sociale zekerheid geven. Dat kunnen we nog niet, omdat dat ook is vernietigd door de vorige regering. We werken ook aan herstel. Maar wat we ze wel kunnen geven, dat moeten we geven. En dat is nu transparantie. En dat is een van de dingen waarom ik de namen wilde opnoemen. Ja, maar nu, hoe lossen we het op? We hebben nu ook horen praten in DNA
van nou, we willen toch wel graag dat mensen op een gegeven moment ook kiezen voor vervroegd pensioen. Want u zegt, haal ik die mensen ervan af, dan besparen we ook al miljoenen in de SRD's. Dus ik heb ideeën, die moet ik nog voorleggen aan de president, aan de vicepresident, aan de raad van ministers. Ik moet dat nog voorleggen aan bijvoorbeeld de vakbonden. Maar een van mijn ideeën is om het ambtenarenapparaat efficiënter te maken, is met vervroegd pensioen gaan. 55 bijvoorbeeld. Wij zorgen ervoor dat je dan gelijk in je hoogste periodiek komt. Dat betekent dat als je beslist om met vervroegd pensioen te gaan, dat je langer van een beter pensioen geniet. Het voordeel voor ons is dat we in één keer het ambtenarenapparaat efficiënter kunnen maken, lichter kunnen maken met 25% en 80 tot 90 miljoen per jaar besparen. Dat is voor de mensen die gewoon werken. Maar voor de mensen bijvoorbeeld, dat is een van de oplossingen, of een grote uitzendbureau voor de mensen van 1 tot en met 7 schaal, we leiden ze op. We zien dan, bij die ministerie heb je 5 timmermannen en 1 ICT, terwijl die 10 ICT nodig heeft, dan sturen wij die ICT naar daartoe. Of we werken met de private sector samen. Dat is ook een, ik heb met ASFA vergaderd, een Zoom-meeting, en dan hadden we er wel oor naar. Dat is voor de mensen die werken, die in dienst zijn, die gewoon hun werk doen en waar we oplossingen voor moeten vinden, omdat het ambtenarenapparaat zo log is. Maar bijvoorbeeld voor de beleidsadviseur die niet werken, die wel geld ontvangen, is mijn oplossing afvoeren. Niet betalen, weg naar huis. Anders gaat het te lang duren, toch? Ja. Internationaal weten we dus ook dat er heel wat modellen zijn. En bijvoorbeeld als we Nederland mogen pakken, op een gegeven moment zie je dus dat er ambtenaren zijn bij de overheid, bij de Rijksdienst noemt men dat zo. En dat ze toch wel zitten in het bedrijfsleven. Kan er zo'n model ook eruit komen rollen? Natuurlijk, ja, dat is een van de gedachten. De Shared Service Center, de grote uitzendbureaus. En dan samenwerken met de private sector. Hun zullen een gedeelte betalen van de loon. En wij betalen de gedeelte en de sociale zekerheden. Maar de private sector moet willen. En wij als politiek moeten ook het besluit durven te nemen. Maar ik ben blij, omdat onze president heeft gezegd, wij nieuwe ministers, wij nieuwe regering, werken niet voor de volgende verkiezing, maar welke voor de volgende generatie. Daarbij zal komen dat je af en toe een moeilijk besluit zal moeten nemen. Staat deze regering en ook u erbij stil dat we in een COVID-periode zitten? We zitten in een moeilijke periode wereldwijd. En ook de economie in Suriname moet nog op gang worden gebracht. En we weten dat binnen het bedrijfsleven het creëren van banen toch ook moeilijk gaat. Men gaat toch wel vragen van, hebt u een baan voor me bij de overheid? Ten eerste om over... Want dat is bekend. Ja, om terug te komen bij COVID. Ja. Ik ben blij dat dankzij de inzet van deze regering, met alle andere actoren, bijvoorbeeld ook mevrouw Vera, dat de actieve gevallen zijn geslonken. We zitten nu op 100 zoveel of 200 zoveel. Gelijk de boodschap naar ons volk toe. We gaan steeds meer naar een nieuw normaal. Maar wij moeten als volk op onszelf letten. Hou afstand, draag je handschoenen, zorg voor genoeg vitamine, zodat we kunnen wachten tot het vaccin er is. Tot die tijd moeten we overleven. Ja. Dus ik ben blij dat het goed gaat met COVID. Het is inderdaad een moeilijke situatie, ook financieel. U zegt, heel veel mensen vragen een baan bij Landi. Het is bij mij, in ieder geval bij mijn partij, minder als ze denken. De mensen, het volk, wil goede randvoorwaarden hebben. Ze willen een goede economie, ze willen een goede vangnet hebben, ze willen kunnen ondernemen. Wij als regering moeten de randvoorwaarden daarvoor creëren. Deze regering is niet een regering van baantjes verdelen. Ik ken deze partijen ook niet zo. Nog Partijen Hoor, nog ABOB, nog VHP, nog de NPS. Waar er ruimte is om je te plaatsen bij de overheid, gaan we doen. Maar het is niet onze main goal, net als de vorige regeringspartijen, duizenden banen verdelen en hopen dat je op ons stemt. Dat is niet onze practice. Bent u op heksenjacht? Nee, ik ben op... Er zullen wel een paar heksen zitten in het ambtenarenapparaat. Maar nee, ik ben mensen die werken hoeven zich niet druk te maken. Mensen die niet werken, die worden gewoon naar huis gestuurd. Ja. We hebben met z'n allen de vergadering gevolgd. En aan het einde van de presentatie kreeg u zoveel op- en aanmerkingen. En het is ons opgevallen dat u een knipoog hebt gemaakt. Ja. Ja, u hebt een knipoog gemaakt. Ja. En u keek naar de rechterkant. Ja, 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 ja. Voor wie was dat? Voor de gehele oppositie. Van de gehele oppositie. Ja, knipoog, je moet vriendelijk blijven. Dus ik gaf een vriendelijke knipoog naar de gehele oppositie. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Maar toch is die hele vergadering niet zo vriendelijk verlopen. Want er zijn toch wel woorden geuit richting de minister. Onder andere van het DNA-lid Melvin Bouva. Ja, Melvin Bouva uitte een bedreiging naar mij toe.
Hij zei, hij heeft stof op me en als dat naar buiten komt, dan ben ik geen minister meer. Ten eerste, ik heb geen boter op mijn kop, dus hij moet dat gewoon maar naar buiten brengen. Ten tweede, ik kom uit een familie van verzetstrijders, dat weet je. En ik moet elke bedreiging serieus nemen, dus daarvoor heb ik geantwoord. Maar later zei meneer B., de voorzitter van het parlement, neem hem niet serieus, dus dan heb ik dat als opdracht gevolgd. Meneer B., hij leert mij ook heel veel. Dus als hij me de opdracht geeft, neem BOVA niet serieus, dan doe ik dat gewoon niet. Ja, en u had het ook over een app-bericht dat werd gelanceerd van mensen moeten op straat gaan, mensen moeten... Ja, klopt. U heeft het gehoord. Er was een voice gelekt die mensen opjut om op straat te gaan. Dat is weer een hele andere groep. Ik noem ze onzichtbare ambtenaren. Je hebt bijvoorbeeld een beschikking gehad. Vanaf 2 weken voor de verkiezing. Maar er is geen paper trail, geen verklaring van de geneeskundige commissie, geen resolutie van de president, geen cv, geen sollicitatie, geen e-mail, geen niks. Het lijkt net alsof de vorige mensen op straat liepen, wat ik al zei. Hier, neem een beschikking, ik bel je over 2 weken, maar stem eerst op me. Die mensen worden opgejut. Ga staken. U heeft ook de voice gehoord dat ze zouden worden opgejut in Kommerwijnen. Toen die voice werd gelekt, zei die lieve parlementariër, ik weet van niks. Dus ja. Dus wij moeten er gewoon ook, voorzichtig er zijn. Er is ook iets anders dat speelt. En ik vraag u als minister om dat toch te onderzoeken. Want het gaat om een staatsfinanciën. Mensen weten niet eens dat ze in dienst zijn genomen. Dat bedoel ik. En aan de andere kant weten ze ook niet dat ze salaris ontvangen. Ik zal u zeggen, op een gegeven moment wil je als regering wel richten op de toekomst. Maar je bent gedwongen door de handelingen van de vorige regering om je toch nog af en toe bezig te houden met wat ze hebben gedaan. Een van die dingen zijn een van de 100 dingen wat u opnoemt. Ik heb rekeningnummers, dat bijvoorbeeld ambtenaar A niet direct zijn geld krijgt. Het wordt gestort op een rekeningnummer van een ambtenaar die daar is. Dan krijg je bijvoorbeeld 5000 SED, maar mij hoort Doezung SED, dat ik geef 4000 SED. Dus we hebben al die dingen rekeningnummers. Dus we hebben al die rekeningnummers. Dus mensen als het is vandaag dag van de verbroedering, maar mensen als Sapoen moeten gewoon rustig zitten en niet veel praten. Want wij hebben alle rekeningnummers, wij hebben alle onregelmatigheden. Gaan deze zaken ook naar de PG? Ik heb al een brief gestuurd naar de PG voor een paar, met het verzoek om een paar zaken te onderzoeken. Waaronder illegaal inloggen bij CBUMA, het misbruik maken in onze ogen van een persoon met beperking. Dat vind ik zo erg. Ik vind dat, weet je, wij als mensen zijn allemaal, we zijn allemaal niet perfect. Jij maakt fouten, ik maak fouten. Mm-hmm. Maar bepaalde dingen durf je toch niet te doen? Je gaat toch geen misbruik maken van mensen met beperking? Net zoals je bijvoorbeeld nooit gaat stelen van het Surinaamse kind bij naschoolse opvang. Kijk, zulke dingen durf ik niet als persoon. Wij hebben dan vandaag het genoegen gehad om met de minister te praten. Hij moet zich ook begeven richting het onafhankelijkheidsplein. We geven u de ruimte daartoe. Toch zegt men van nou, deze regeerperiode, vaker wordt het ook op social media, het termijn zal niet worden uitgezeten. Dat horen we ook op social media, verschillende mediakanalen. Wat is uw oproep? Wat zegt u aan de Surinaamse bevolking? Nou, wij zijn een oprechte regering, in mijn ogen niet alleen omdat het mijn eigen regering is, maar ik zie het bij de Raad van Ministers, hoe hard de andere ministers werken, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Wij volgen het voorbeeld van de vicepresident, het voorbeeld van de president, die waarschijnlijk wel slapeloze nachten hebben, omdat het niet goed gaat met het volk. We hebben een ravage aangetroffen. Het is erger als verwacht. Wij doen met de wil van de Almachtige doen we alle moeite om het weer te herstellen. En als bepaalde mensen zeggen, we zitten niet aan tot de volgende verkiezingen. Dat is voor mij niet belangrijk. Belangrijk voor mij is dat wij het land beter achterlaten dan dat we het hebben aangetroffen. En als dat binnen een jaar moet of binnen 10 jaar, dat laten we over aan het volk. Ja. En menigeen die is toch zeer betrokken ook bij hoe het nou gaat met onze politieke leiders van toen. Ze zijn er ook en de oudste binnen de gelederen van de politiek is de heer Paul Somaharjo. Hoe gaat het met hem? Nou, heel goed. Ik ben blij dat u dat vraagt. Hij had natuurlijk corona. Zijn longen waren heel erg aangetast. De dokter heeft zelf gezegd, het is een wonder dat hij uit het ziekenhuis is gelopen. Hij probeerde te verbloemen een beetje. Toen hebben we 2-3 weken geleden een foto gemaakt en zijn longen zijn nu helemaal goed. Hij is up-to-date, hij begeleidt mij, hij begeleidt de andere minister, hij is nu staatsadviseur.
onbetaald hoor, staatsadviseur van bij de president. Dus u weet, deze man, die oude garde toch, deze moeten door blijven werken, anders gaat hun motor jammen. Dus. Dat horen wij dus vandaag in deze moment in Takkie. We bedanken u en we kijken dus uit naar hoe het beleid verder zal worden voortgezet. U ook bedankt voor de uitnodiging.